In de nacht van donderdag op vrijdag rond 12 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval aan de Loenenseweg ter hoogte van de op- en afrit van de A50 in Beekbergen. Eenmaal ter plaatse troffen de hulpdiensten een auto aan die door een heg was gereden en in een tuin tegen een boom tot stilstand was gekomen. De bestuurder, een vrouw, heeft zelf de hulpdiensten kunnen bellen na het ongeluk en is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.